Hij doet het ook goed tegen de Griek hier. Dit zijn beelden uit de tweede ronde. De eerste ronde was al goed voor Van der Hoek, die hier goed doorkomt binnendoor en die ook gevarieerd is. Ook in de slagwisselingen van korte afstand en geroutineerd, dat is hij ook, dat blijkt hier bij deze korte vermaning van Matos uit Portugal. Hij heeft gelijk, Van der Hoek drukt zijn tegenstander wat weg. 22-jarige Griekse tegenstander, ook 5 keer kampioen van zijn land. Achteruit op het commandobreek. Even de schijn aanvallen, dan komen inderdaad met een goede combinatie weer. En weer binnendoor, 2 keer met links. Goed weg ook zelf. Goed opgevangen daar ook. Een opstoot eroverheen. Het zijn duidelijke blijken van het feit dat Van der Hoek sterker is in deze partij. En dat vooral in die tweede ronde goed bewees vanavond. Aan het einde van die tweede ronde Van der Hoek zou gemakkelijk winnaar worden op punten. Ook door de derde ronde daarna. Goeie partij van Van der Hoek. Hij staat dus in de finale maandagavond. En dan hier de zwaargewichten met Arnold van der Leijden tegen de West-Duitse Frank Zegel. Van der Leijden, de grote, op rechts. Zegel daar tegenover. Bokser uit Berlijn. Van der Leijden, zilver. Bij het laatste grote internationale toernooi in het wereldkampioenschap dit jaar. Hij stoot harder, hij stoot zuiverder. Kijk, dit is bijvoorbeeld zo'n flits van links die goed is. Rechtsvoorstaande Van der Leijden. Die onmiddellijk zijn tegenstander de nodige problemen geeft. Daar weer even. Gisteren was hij binnen 40 seconden klaar, Arnold van der Leijden, met zijn tegenstander. En dat schept verwachtingen. Hongaarse trainer van hem daar in de hoek. Goeie opstoot even om zijn tegenstander weg te houden. Dat zijn beelden uit de eerste ronde. En daarna een goed begin. Heeft zijn tegenstander natuurlijk duidelijk al weggezet. En dan beelden uit de tweede ronde. Hij werd wat minder in het verloop van die eerste ronde trouwens, deze Van der Leijden. Maar de puntenvoorsprong was natuurlijk duidelijk. Zegel, zijn maatje uit Berlijn is er ook, waarmee hij in de finale van het Duitse kampioenschap stond. Tot dusver verloor hij meestal van die concurrent. Maar nu bij de jongste Duitse kampioenschap heeft hij gewonnen en daardoor is hij Duits kampioen. Nu Van der Leijden. Oh, dat is een hele goede stoot van Van der Leijden. Met links. Die lange reach blijft natuurlijk ook een enorm voordeel voor die Limburger. En hij kijkt goed en hij stoot weer goed. Weer goed van links. Daar zit Pitt in. Prikken met rechts. En dan, ja, een hele strakke stoot van links. Waarop die tegenstander 8 tellen rust krijgt. En daar blijft het zelfs bij. Want de scheidsrechter vindt het genoeg. En het is een goede ingreep. Hopman uit Polen zag het verschil tussen deze twee. Het werd onderstreemd met deze linkse directe. Daarmee is het einde van de partij
aangekomen in de tweede ronde. Hofman greep in, de helper van de Duitsers stond trouwens al klaar, ook met de handdoek. Dit is Tuur, rechts, 19 jaar, uit Hoogvliet. Tegen weer een Griek, Gamalides. Interessant om naar te kijken, naar die nieuweling in de Nederlandse amateurbokswereld. Scheidsrechter uit de DDR. Kijk, de combinatie is duidelijk. Terecht een goede ingreep van die Baumgart uit de DDR. Dit is die nieuwe jongen. Kensmiddel is een favoriet van hem. En hij doet eraan denken. Gisteren was hij klaar binnen de eerste ronde. Toen was er een ingreep van de scheidsrechter. En nu zegt de scheidsrechter weer, dit is een te groot verschil. Tuur wint, ook hij staat in de finales maandagavond. We besluiten de uitzending met een aantal uitslagen uit Europa Cup toernooien.